Ik liep letterlijk tegen het onderwerp van mijn promotieonderzoek aan. Een aantal jaar geleden was ik in Namibië en zag ik een groot monument dat eruit zag alsof het Noord-Koreaans was. Ik kon niet direct geloven dat het ook door Noord-Korea was gebouwd, maar dat bleek het wel te zijn. Toen wist ik, hier moet ik meer over uitzoeken. Dat is inderdaad waar ik nu onderzoek naar doe. Naar de warme banden tussen Noord-Korea en verschillende landen in Zuidelijk Afrika. Om te begrijpen waarom deze relatie zo hecht is, moeten we terugkijken in de geschiedenis. In de vorige eeuw, toen Afrika onafhankelijk werd, besloot Noord-Korea om verschillende bevrijdingsbewegingen te steunen die vochten voor onafhankelijkheid. Ze kregen wapens, advies en hun leiders werden uitgenodigd naar Pyongyang. In Zuidelijk Afrika worden de meeste landen geregeerd door voormalige bevrijdingsbewegingen. En zij hebben de steun van Noord-Korea altijd onthouden. Tijdens de Koude Oorlog gaf Noord-Korea militaire steun aan hun vrienden in Afrika. Een berucht voorbeeld is de 5th Brigade, de persoonlijke oorlogsmachine van Robert Mugabe in zijn eerste jaren als president van Zimbabwe. Na de Koude Oorlog ging het snel slechter met Noord-Korea en raakte ze een economische crisis. Hun banden met Afrika die veranderden en werden een belangrijke manier om inkomsten te genereren. Wapenhandel is een bekend voorbeeld, maar ook de monumenten die ik al eerder noemde. Door heel Afrika worden monumenten ontworpen en gebouwd door Noord-Koreaanse dwangarbeiders. Hiermee verdient het Noord-Koreaanse regime honderden miljoenen dollars. Voor dit project doe ik onderzoek in 4 continenten. Via diplomatieke bronnen uit het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zuid-Korea schets ik een algemeen beeld van de relatie tussen Noord-Korea en Afrika. Ik ben echter het meest geïnteresseerd in de vraag waarom Afrikaanse regeringen zelf kiezen voor een samenwerking met Noord-Korea. Hiervoor doe ik als eerste onderzoek in Afrika en dan bekijk ik bronnen die nog nauwelijks of niet zijn gebruikt. Ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen hoe Noord-Korea geld verdient, omdat ze een groot veiligheidsrisico vormen voor de wereld. Maar ook omdat Afrikaanse leiders Noord-Korea als voorbeeld zien van hoe ze lang in de macht kunnen blijven. En dat voorspelt helaas weinig goeds voor de bevolking.